Dat vind ik een moeilijke. Want, de huisjes. Iemand wil een huisje hebben. Oh ja, kom maar lekker ophalen. Alleen alle risico's en alle transportkosten en alles is voor jou. Voor diegene. Maar we kunnen er toch een klein bedrag voor vragen. Ah nee joh. Nee? Het is toch hilarisch dat er gewoon zo'n utopia huisje al ergens staat. Natuurlijk, dat is fantastisch. Dat is ook de reden waarom ik elke keer pleit van... Ja, dat heb je hartstikke goed gedaan. Maar dan denk ik wel van... Kijk, er zit best wel veel risico. Kijk, en als diegene nou zegt ik wil daar 100 euro voor geven... Dan mag hij dat doen. Maar als hij zegt ik geef er niks voor... Ja, maar zolang wij al bespreken... Dat op Kamala, gaat ook niemand er meer iets voor geven. Nou, dat weet ik niet. Soms, ik zeg ook heel vaak tegen mensen, wat wil je ervoor geven? Als je mag hem ook voor niks meenemen, dan geven ze altijd geld. Ik vind het moeilijk. Ik weet het niet. Ja. Aan de ene kant vind ik het heel erg leuk als al die huizen gewoon weg zijn. Ja, en aan de andere kant denk ik, als je er een paar honderd voor vraagt, dan zijn ze ook weg. Kijk, weet je wat het is? Als je thuis een tuinhuisje neerzet zonder emotionele waarde, ben je ook een paar duizend euro kwijt. Maar als wij daar geld voor vragen en hij valt uit elkaar. Ah, daar zit je inderdaad wel mee. Kijk, had Wim hier langsgekomen en hadden we er eentje getest... en we weten, oh, die is ijzersterk. Dan heb je de risico's of het risico voor dat huisje uitgesloten. Maar dat is nu dan niet het geval. Nee. Dus daar zit wel een... Dat is wel gevaarlijk natuurlijk. Ja, dan moeten we misschien gaan kijken of het mogelijk is... of je komt hem zo ophalen. En dan is het gratis in de transport voor jou. Of wij laten hem langskomen. We gaan hem waar nodig verstevigen, maar dan kost het wel geld. Ja, dat vind ik nou een leuke. Ja. Dus of je gaat ook gratis en dan is het je eigen risico. En we willen altijd helpen, want ik vind het hilarisch. Ja, ik wil ook helpen. Ik wil ook zagen. Blij zijn. Ja, ik vind het zagen. Ja. Oh, yes, dan moet je je bouwhelm weer op. Ja. Moet je iedereen veilig op afstand houden. Kijk, dus dat zou ik wel... Ja, ik zou het ook echt lachen vinden als iemand een van die huisjes gewoon inderdaad in zijn achtertuin of waar dan ook heeft staan. Lijkt me hartstikke grappig. Weet je wat mij nou lachen lijkt? Het huisje waar Chris en ik in zijn begonnen. Ja. Als dat nou door iemand gekocht wordt en dat die ons dan allebei uitnodigt, dat wij dan nog een keer een nachtje in mogen slapen. Ah. Dat zou ik nou hilarisch vinden. Nou, die kans is best groot. Want als je hem koopt, ben je natuurlijk een Utopia-fan. Ja, ik zou dat hilarisch vinden. Ik zou wel met Chris nog een nachtje in ons oude huis willen slapen. Ja, dat is echt heel grappig. Oké, okay, misschien echt heel leuk Brenna vinden? En ik dan hetzelfde. Ja? Ja, dat zou Brenna ook wel leuk vinden, denk ik. Ja, toch? Ja. Dat is toch leuk? Dat je dan gewoon in je oude huisje nog weer eens een nachtje mag slapen. Ja. Ben je alleen dan bij iemand anders in de achtertuin. Nou, ik zou het echt heel grappig vinden. Dan ga je allemaal herinneringen ophalen. Ga je lekker, nou, als die mensen die zijn dan wel, misschien wel Utopia-fan, vinden dat dan misschien ook wel leuk. Ik zou dat hilarisch vinden. Ja, dat is leuk. Oh, nou heb ik nog steeds geen mail voor muziek gestuurd. Oké. Okay. Ben ik nog wel even doen. Nou, ik zou het heel leuk vinden. Zo, dit was echt een ingewikkelde doos om te verbranden. Ik denk dat het melig gaat worden. Ja? En dan niet op. Nee. Mobiele nummer. Oké, dan ga ik zo wel even mailen. Ik ben zo blij dat ik thuis heb een opaard. Mama, ik ga de opaard altijd aansteken. En dan zeg ik dat hij sowieso door Wim gecheckt moet worden. Ja? Maar als dat kosten met zich meebrengt, dan zijn dat wel in ieder geval kosten die voor een rekening komen. Kijk, ik ben nooit echt gesimmerd van dingen van waarde gratis weggeven. Ja. Daar voel ik sowieso nooit eigenlijk wat voor. Maar dan moet ik ook zeggen dat ik er... Ja, die moeten daar ook liggen als goed is.